Goeiedag. Microsoft organiseert een webinar over hoe je Microsoft Teams binnen jouw organisatie in kan zetten als oplossing voor telefonie en meetings. Dit is een webinarreeks van 12 webinars waar jij als IT-verantwoordelijke binnen de organisatie kunt inschrijven op de webinars die voor jou het meest relevant zijn. Ik sta hier vandaag met Aldo Estopij van Wortel. Aldo, jij gaf aan dat je heel veel interesse ziet in de markt om Microsoft Teams in te zetten als oplossing voor calling en meetings. Kan je dit toelichten? Zeker, Remco. Wat we natuurlijk de afgelopen periode gezien hebben, is dat Teams een enorme vlucht heeft gemaakt. En het is dan ook niet meer dan logisch om ook zeg maar, het voice- en het videostuk voor die eindgebruiker in diezelfde tool te brengen. Want dat is logisch, dat levert productiviteitswinst op voor die eindgebruiker. Het is makkelijker hè, voor de gebruiker. Absoluut. Ja. Als je kijkt naar de voordelen voor de IT-organisatie, wat zijn die? Nou, voor de IT-organisatie heb je natuurlijk een voice-platform en een videoconferencing-platform. En het grote voordeel is dat die natuurlijk consolideren of opgaan in het Microsoft 365-platform, waardoor je dus het voice-platform, maar ook het videoconferencing-platform kunt uitfaceren. En toch zien we dat er op video ook nog veel te winnen is. Hè? Zeker in deze tijden waarin we hybride werken. Een groot deel werkt vanuit huis, een klein deel op kantoor. Daar vinden heel veel meetings plaats die georganiseerd worden vanaf een vergaderkamer op kantoor. Ja. Echt, nog maar 10% van de vergaderkamers zijn geschikt om mee te meeten via Microsoft Teams. Ja. Wat eigenlijk betekent dat de mensen vanuit huis minder goed meekrijgen wat er besproken wordt in een vergaderzaal. Absoluut. Dus daar is veel te winnen. Absoluut, absoluut. En daar hebben we natuurlijk vanuit Wortel, vanuit onze Manager Meeting Room propositie, de aandacht voor. Hè, om aan de voorkant klanten bij de hand te nemen. Om een dienst neer te zetten. En ik denk dat Microsoft zelf ook heel veel doet met het innoveren van het platform. Hè, de interoperabiliteit tussen bijvoorbeeld een Cisco en een Microsoft Teams. Om dat op orde te brengen. Waardoor ook de ease of use enorm gaat toenemen. Absoluut. Wat zijn de redenen waarom jullie klanten deze webinarreeks niet mogen missen? Nou, deze webinarreeks betreft tal van topics. En die topics die krijg ik eigenlijk in alle gesprekken terug met klanten. Dat is allemaal één op één te relateren aan migratievraagstukken. Hè. Komend van Skype of komend van een telefonieplatform zitten daar tal van topics in rondom de impact van voice op de werkplek. Wat doet een video workload op mijn netwerk? Hoe integreer ik een bestaand contactcenter? Wat doe ik met mijn bestaande videoconferencing endpoints? Al die vragen die worden geadresseerd in deze webinar. Webinars, dus niet missen. Klopt, ja, die zullen we daar uitgebreid behandelen. We laten zien hè, wat er vandaag de dag mogelijk is. Maar we zullen ook aangeven waar we aan werken hè, en wat we de komende periode uit gaan brengen. Ja. En wat is de rol van Wortel in deze? Nou, Wortel heeft natuurlijk alle kennis en kunde aan boord om op de voice workload en op de video workload de klanten bij de hand te nemen en hun te helpen de Teams voice video wereld in. Maar breder heeft Wortel natuurlijk als trouwe Microsoft partner alle kennis en kunde van het hele platform Microsoft 365 waar Teams als client natuurlijk een prominente rol in heeft, heeft Wortel in huis. Hè. Dus als je denkt aan Teams governance of security op Teams of het eindgebruikers adoptiestuk. Al die zaken, los van voice of video, heeft Wortel ook in huis. Dus ook in de bredere context rondom de Microsoft technologie kunnen wij klanten helpen. En hoe kunnen organisaties die jullie uitgenodigd hebben voor deze webinarreeks zich inschrijven? In deze e-mail treft u een inschrijflink. En in de inschrijflink kunt u aangeven voor welke webinar u zich wil opgeven. En als u zich opgegeven heeft, dan zal ik na de webinar contact met u opnemen om het gesprek voor te zetten en om te kijken hoe we dit topic kunnen opvolgen. En ik kijk er echt naar uit om het gesprek met u daarover te voeren.